Wat is de rol, Maarten Verrossum, van de twee presidentskandidaten bij het verkrijgen van zo'n plan? Nou, die hebben tot op heden, of Lisette McCain heeft een nogal vernederende rol gespeeld natuurlijk. Want hij heeft beweerd dat hij zijn campagne stil zou zetten om dan naar Washington te gaan, waar hij dan de regie zou voeren over het aannemen van, van die bail-out. En dat is natuurlijk een enorm pijnlijke mislukking geworden, want er wordt alsmaar gezegd, het is pijnlijk voor Bush. Maar het is enorm pijnlijk voor McCain. Bush is uitgediend, dat is een lame duck president, die is zijn macht in feite al enige tijd kwijt. Maar McCain is zijn gedoodverfde opvolger als partijleider. Dus die republikeinen die tegen dat plan hebben gestemd, die hebben ook McCain als een baksteen laten vallen. Misschien was dat om de weinig energieke wijze waarop hij het stopzetten van die campagne presenteerde. Laten we even kijken welke beelden dat opleverde. I do not believe that the plan on the table will pass as it currently stands. And we are running out of time. Tomorrow morning, I'll suspend my campaign and return to Washington after speaking at the Clinton Global Initiative. I've spoken to Senator Obama and informed him of my decision, and I've asked him to join me. Now is not the time to fix the blame. It's time to fix the problem. I would hope that all our leaders, all of them, can put aside short-term political goals and do what's in the best interest of the American people. Thank you. Ja, hier staat ook een man die met enige regelmaat heeft gezegd dat hij helemaal niks van de economie snapt. En dat lijkt mij volstrekt terecht. Dat hij dat gezegd heeft, want hij weet er niks van. En wel beschouwd is zijn campagne natuurlijk inhoudelijk, stelt dat helemaal niets voor. Ik denk dat je hem toch het best kunt karakteriseren als een verwarde bejaarde. Hè, die, ja, senior moments heet dat in de Verenigde Staten. Hè, dat je even helemaal niet weet of de wereld nou plat is of rond. Daar heeft hij ook vaak moeite mee. Hij wist niet meer dat Tsjechoslowakije was opgeheven. En hij wist eigenlijk ook niet precies hoe het met de Sjiïten en de Soenieten zat. En nou ja, op de dag dat die crisis dus zich enorm verdiepte, zei hij bij zijn ochtendpraatje van de Fundamentals of the American Economy are sound. En 2,5 uur later zei hij, Amerika is in a deep economic crisis. En dat is natuurlijk voor de tv-journaals ideaal materiaal, vooral als je de tijden eronder kunt monteren. En dat is ook gebeurd. Zie je ook iets als je naar die man kijkt, zo naar deze beelden? Want we hebben het over iemand die van de twee kandidaten verreweg de oudste is. Ja, 72. En ik denk ook dat hij het beter niet had kunnen doen. Maar goed, door omstandigheden had hij nu pas een kans om de kandidaat te zijn. Een 72-jarige is niet per se een man met gebrek aan vitaliteit. Nou, wat zullen we daarvan zeggen? Ik ben 64 en ik ben toch niet meer de vitale sportman die ik 20 jaar geleden was. Maar vast nog wel geschikt voor de presidentskandidatuur van welk land dan ook. Het presidentschap zou ik niet geambieerd hebben, eerlijk gezegd. Het lijkt mij dat je dat beter niet kunt doen. Ik vond in de tijd al bezwaarlijk dat Bolkestein op zijn 65 naar Brussel vertrok, eerlijk gezegd. Ik vind, ja, je moet daar bepaalde grenzen stellen. Waar die precies liggen, dat is de vraag. Maar ik vind 72 voor een president, vind ik evident te oud. En zeker voor iemand die geestelijk kennelijk niet meer een volledige greep op de zaak heeft. Wacht even, deze man heeft een afschuwelijke, leugenachtige campagne gevoerd. Deze man heeft een vrouw waarvan we serieus kunnen aannemen dat ze een gevaar voor de wereld zal zijn. Heeft hij geselecteerd als vicepresident. En we hebben net zitten kijken naar een van de meest mislukte politieke scènes van de afgelopen maanden. Namelijk dat hij zei dat zijn campagne tijdelijk gestopt zou worden. Het was nog op zichzelf heel geestig. Had het interview met Letterman, had hij afgezegd. En toen bleek hij geïnterviewd te worden door de CBS, geloof ik, 2 blokken verder. En waar Letterman overigens bijzonder wel garend bij. Maar even niet terug naar zijn leeftijd. Naar de leeftijd. Ja. Daar protesteerde jij tegen. Ja, dat vind ik leeftijdsdiscriminatie. Je kan wel zeggen, die man is ongeschikt en die man is in de war. Maar ik ken ook mensen van 40 die in de war zijn. Zeker, maar die worden geen president van de Verenigde Staten. Nee, maar ik bedoel, het heeft dus niet met leeftijd te maken. Het heeft met die man te maken. Ook met leeftijd te maken. Maar als je ouder wordt, raak je toch vaker meer in de war. Als je naar de actuarische tabel kijkt, dan zul je zien dat deze man 30% kans heeft om in de komende 4 jaar te overlijden. Dat is een fors overlijdensrisico. Als hij overlijdt, krijgen we haar. Ja. En hoewel zij een meester is in het schieten van elanden en in het villen van elanden. En haar man bovendien wereldkampioen sledehond rijden is.
is het toch zeer de vraag of dat personen zijn die geschikt zijn voor het presidentschap. En dan denk ik, stel je voor dat hij gaat dood. 30% kans. Dat is fors. Dan wordt zij het dus. We hopen dat de wereld überhaupt over 4 jaar nog bestaat dan. En dan krijgen we Hillary en Sarah Palin in een verkiezingscampagne. En ik ben enorm voor emancipatie, maar dat is mij echt veel te veel van het goede. Wat is er nou met Hillary? Nou, Hillary, wat mij betreft, die zou het mogen zijn. Het gaat mij om de combinatie. Laten we even kijken, er is een satire gemaakt ook in Amerika, in Saturday Night Live. Op een interview dat Palin heeft gehad eerder, maar dit is dus, zeg ik er nadrukkelijk bij, niet het echte interview, maar de parodie daarop. Explain your claim that you have foreign policy experience based on Alaska's proximity to Russia. You've got Alaska here, and this right here is water, and then that's up there's Russia. So we keep an eye on them. And how do you do that exactly? Every morning when Alaskans wake up, one of the first things they do is look outside to see if there are any Russians hanging around. If there are, you gotta go up to them and ask, what are you doing here? And if they can give you a good reason, they can, then you start responsibility to say, you know, shoo, get back over there. Dit is Maarten Verrossum, een parodie die je ons hebt aangedragen. Maar hij staat heel dicht bij de werkelijkheid eigenlijk. Zeer dicht. Er is nog, in hetzelfde stukje zit nog een parodie waar de tekst van Tina Fey, want zo heet die dame, in feite letterlijk de tekst is die zij heeft uitgesproken. En zij, van haar komt het idee van, weet je iets van buitenlandse politiek? Nou ja, zei ze, want Alaska lag vlak bij Rusland. Dus vandaar dat zij, zo goed als wij allemaal veel van België weten, want Nederland vlak bij België ligt. Laten we toch even teruggaan naar even voor die politieke crisis. Toen was het zo dat Obama eigenlijk achterlag op McCain. Ja. Nou, McCain wordt hier nogal behoorlijk afgeserveerd. En hoe komt het dan dat verschil eigenlijk nog maar zo klein was? Ja, dat is het interessante vraagstuk van alles. Ik ben ervan overtuigd, als Obama wit zou zijn, dat hij dan 15 punten voor zou liggen. Daar kan maar één verklarende factor zijn. En de enige verklarende factor is dat Obama een rare naam heeft. Dat hij volgens sommige Amerikanen in het geheim een moslim is. Hè, want dat is een gerucht dat op het internet loopt. En dat hij zwart is. Dat hij zwart is. Ja, hij is half wit, half zwart, maar dan ben je zwart. Je hebt toch gekozen voor zwart, hè? Ik ben er vast van overtuigd, als het een normale Amerikaanse kandidaat was, dan lag hij 15 punten voor. Denkt u dat ook? Dat weet ik, kan ik zo niet beoordelen, maar ik weet wel dat in Amerika, ik ben er heel vaak geweest, ik weet dat zwart-wit tegenstellingen en zwart-wit discussies daar levendiger zijn dan bij ons bijvoorbeeld. Dus het zwart zijn kan zomaar eventueel in je nadeel zijn. In ieder geval is het in Amerika ten aanzien van het vinden van een baan of gelijke kans op een baan, is dat al meerdere malen onderzocht. En daar zijn ook wel interessante rapporten over. Wat ik zelf aan Obama heel interessant vind, eerlijk gezegd, is de immense beweging die hij onder jongeren teweeg heeft gebracht om animo te hebben voor de politiek. Maar ook mensen die zich altijd afgekeerd hebben van de politiek, die voelen zich nu ook aangesproken en hebben het idee van ik wil meedoen. Dat zie je ook aan een enorme kleine bijdrage die hij krijgt voor zijn verkiezingscampagne. Heeft enorm veel geld binnen, maar het staat aan met kleine bijdragen van hele kleine individuele burgers uit Amerika. Hij heeft het, vind ik, het politiek spectrum met zijn doen en laten enorm verrijkt. Ik begrijp dat het mij niet past om een oordeel uit te spreken over de kandidaten. Waarom niet? Waarom eigenlijk niet? Dat mag niet meer van de minister-president, geloof ik. Het is ook mijn politieke opvatting dat het niet past om hier te mengen in de politieke strijd. Maar we hebben u net wel zien lachen toen de hele nare opmerkingen over McCain werden gemaakt. Nee, ik lachte over de humor. En ook zijn ondoorgrondelijke zinsbouw en redeneringen. Dat maakt deel uit van mijn inburgering. Ik vind ze vrij helder altijd. Ik wil vragen. Het is toch gewoon een heel erg conservatief land, Amerika, op een paar uitzonderingen na. En ja, conservatieve, dat is dus niet conservatieve, helemaal zo. Kijk, die Palin, dat kunnen wij wel zeggen van, nou, vrouwtje weet niet waar Rusland ligt of whatever. Maar er zijn een heleboel Amerikanen, volgens mij, en wat ik er zo over lees, die vinden dat prachtig. Want die vrouw dat is die niet alleen bij Amerikanen zo, ook in de Nederlandse politiek, maar hoe dommer je indruk is die je op de televisie weet te maken. Nee, het gaat niet om het domme. Het succes dat je hebt. Ja, hallo, het gaat niet om het domme, het gaat om het conservatisme. Kijk, dat van gaan we straks met meneer Aboutaleb. Nu we toch met Marga praten.